Dag, welkom bij Topnames. Het is 2 jaar geleden inmiddels dat Ruben Timmerman tegen ons zei... Wij van Springhurst worden de Amazon van het leren. Mm-hmm. Hoe dicht ben je bij dat doel, 2 jaar later? Bijna! Nou, we zijn wel verder gekomen, moet ik zeggen. Er is superveel gebeurd afgelopen jaar. We hebben van nieuwe productdingen geprobeerd, veel groei gehad. Vooral in Duitsland en iets minder in Engeland. Maar ik kan wel zeggen dat we in Nederland, zeg maar, de Nederlandse positie, de bol.com van het leren, zijn we al. Qua en aantallen en zo. Nog even voor wie het helemaal niet weet, hè? Wat doen jullie? We zijn een vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen. En als mensen iets willen leren, wat het ook is en op welke manier dan ook, dat kunnen ze bij ons vinden. Dus dat gaat van een korte cursus van een halve dag, een seminar of iets dergelijks, tot MBA's van Harvard en grote universiteiten. Alles ertussenin. En het belangrijkste is dat mensen dat bij ons op een hele makkelijke manier kunnen vinden, vergelijken, reviews lezen natuurlijk. Net een mijlpaal. Vorige week 30.000 reviews op Springhurst zelf. Daar gaat het om dat ze op eenzelfde manier zoals bij Booking of Amazon gewoon producten kunnen vinden, maar dan dingen waar ze van kunnen leren. Vandaar ook jouw opmerking, we willen de Amazon van het, van het leren worden. Ja, absoluut. Ja. Hey, en meerdere landen, begrijp ik inmiddels? Ja. Was je de vorige keer mee bezig? Ja, vorige keer eigenlijk 1,5 jaar geleden met Duitsland begonnen, iets daarvoor in Engeland. En het leuke is dat Duitsland echt los is gegaan, laatste half jaar zo'n beetje. Dus, wat bedoel je daar nou mee? Dat de marktplaats, want Amazon is ook een marktplaats waar je aanbieders hebt die in ons geval cursussen en zo aanbieden, ook e-learning en mensen die cursussen willen doen. Dat een zelfversterkend ding wordt. Dus in Duitsland melden zich nu gemiddeld 1,5 opleider per dag aan. En daar doen we eigenlijk niets speciaals voor. Die komen gewoon vanzelf dat platform op. Daardoor komen er meer cursussen op. Hebben we meer verschillende soorten cursussen. Dat trekt natuurlijk weer meer gebruikers aan die meer reviews achterlaten. Dus het vliegwiel, als dat aan is, dan is het feest. Want dan gaat het vanzelf. Oké, en over hoeveel gebruikers heb je het dan? In Duitsland hebben we iets van 55.000 unieke bezoekers per maand. In Nederland nu 250.000. Dus dat begint al een beetje een verhouding te worden. En wat is dan het percentage van mensen die daadwerkelijk ook iets boekt? Dat is een paar procent. Dat is vergelijkbaar met e-commerce sites. Okay. Qua business gaat Springhurst nog steeds voor het grootste deel over informatie aanvragen. En dat is een move die we nu het laatste jaar ook hebben gemaakt. De grootste verandering, dat je nu ook cursus kunt boeken. En dat wordt steeds belangrijker. Want daar zit natuurlijk jullie business model. Ja. Maar als je dan hebt over zo'n conversieratio, dan heb je dus even, dat we een idee hebben, heb je het over 2, 3, 4.000 geboekte cursussen via jullie platform. Daar moet je wel iets in die orde van gaan. Ja, plus nog heel veel mensen die informatie aanvragen, maar die niet via ons boeken. Dus die vragen bij ons informatie bij 1 of misschien 2 opleiders. En dan gaan ze verder met die opleider in contact om daar de cursus te boeken. Ja. En vind je daar dan ook aan? Niet meer als die lead eenmaal is geweest, maar indirect wel, want we vragen voor die lead, die informatie aanvraag, daar vragen we ook geld voor. En dat is natuurlijk afhankelijk van of die leads wat waard zijn voor die opleider. Dus dat is wat we met de opleider natuurlijk direct afrekenen. En wat nog een leuke verandering is, we zijn met die boekingen bezig, want dat is de heilige graal van de booking.com wil je eigenlijk ook zijn. Niet alleen die informatie aanvraag, maar de hele transactie. Dat zijn we nu ook binnen bedrijven gaan doen. Dat begonnen we ongeveer 1 jaar geleden mee. Een paar grote bedrijven die vroegen ons van dat Springhurst, dat is wel heel mooi. Maar als Pietje zeg maar een training zoekt, dan kan hij dat niet met Ideal even afrekenen, want zijn baas betaalt. Dat is een heel lastig mechanisme in onze sector, waarom het niet zo makkelijk was voor ons om even de Amazon te worden. Nu hebben we dus een systeem wat bedrijven kunnen afnemen bij ons voor een kleine license fee. En dan kunnen alle medewerkers daar de trainingen in boeken, zonder met Ideal of creditcard te hoeven betalen. Want dat connecten wij dan aan de achterkant met Oracle Procurement en SAP en dan van dat soort monsters. Dus dat is een grote verandering die we aan het doormaken zijn. Hey, en hoe moeilijk is het, of wat doe je ervoor om in bijvoorbeeld een land als Duitsland voet aan de grond te krijgen? Veel. Dat is echt. In het begin is dat. We hebben nu zeg maar 5 mensen die daar mee bezig zijn, vanuit Nederland allemaal. We hebben een klein van flex bijkantoortje in Keulen. Hier hebben we dus 5 Duitsers, dus echt native speakers, die hier al woonden of in enkel geval zelfs hier naartoe zijn verhuisd. En die doen in feite hetzelfde als in Nederland. Dat is proberen dat vliegwiel aan de praat te krijgen. Heel simpel, door bijvoorbeeld net een groot onderzoek gedaan met een marktonderzoekbureau naar het bestedingspatroon van HR-mensen. Nou, dat proberen we dan in de pers te krijgen in Duitsland. Dat soort praktische dingen. En daarnaast natuurlijk heel veel contact met die opleiders. In Duitsland met name om ze uit te leggen hoe Springhurst werkt en hoe ook Amazon werkt. Dus je moet reviews hebben en mensen kunnen dan informatie aanvragen. En die moet je dan wel meteen bellen.
Dat is nog helemaal nieuw in Duitsland, zeker in deze sector. Dus we moeten heel veel missionariswerk doen. Dat is ons een beetje tegenvallen. Hey, wat is de impact van andere terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van hotels en restaurants? En zo? Is de impact is natuurlijk enorm van die reviews. Hè? Want als je slechte recensies krijgt, dan merk je dat onmiddellijk. Ja. In hoeverre heeft jullie dienst er ook al voor gezorgd dat opleidingen beter worden? Hè? Want hotels die moeten echt heel goed, die reviews moeten ze heel serieus nemen. Ja. Echt het belangrijkste wat er is. Ik weet niet of dat ertoe heeft geleid dat hotels ook beter zijn geworden. Dat is natuurlijk een tweede. Ja? Dus die vraag kan ik niet zo makkelijk beantwoorden. Ik weet wel dat opleiders heel erg hun best doen om goede reviews te krijgen. Dus die impact kunnen we natuurlijk zien. Omdat we nog relatief weinig boekingen doen in verhouding met de aantallen bezoekers die we hebben, zijn voor de reviews ook afhankelijk van opleiders die zeggen: ga alsjeblieft naar Springest en laat een review achter. Dan checken wij natuurlijk wel of die persoon daadwerkelijk die training heeft gedaan, zo goed als we kunnen. Maar daar zie je een enorme effort aan de kant van de opleider en dus ook dat ze begrijpen wat dat belang is. Ja, dat is ook gelijk die volgende vraag. Is, we controleren zo goed als we kunnen. De kracht van booking.com is natuurlijk ook dat je daar alleen ook reviews kunt achterlaten als je daadwerkelijk via hun geboekt hebt. En dat systeem behoorlijk waterdicht is. Ja. Dat is natuurlijk wel een risico wat je neemt nu, hè? Ja, maar dat hebben we inmiddels wel bewezen door de aantallen. Dat we dat kunnen en dat die ook te vertrouwen zijn. Dat zeggen zowel onze gebruikers die de reviews vertrouwen. Het zijn ook, je moet een minimum lengte hebben. Dus je moet wel even een verhaaltje achterlaten. Niet gewoon een twee eikels, weet je. Dat soort dingen, ja. Dat kan sowieso al niet. Dus we hebben heel veel checks ingebouwd. Ook met die opleiders om te checken of die persoon daadwerkelijk een klant was. Dus zover zijn we nu wel. Wat een interessante toevoeging is die we hebben gedaan ook afgelopen jaar. We hebben een partnerschap met LinkedIn, wat natuurlijk in de B2B heel belangrijk is. Mensen kunnen nu ook met LinkedIn een review achterlaten, waardoor je dus meteen kunt zien wie dat was, waar die werkt. Ja, en dat is dus meteen validated, want je gaat natuurlijk niet met je LinkedIn profiel en dan een beetje lopen schelden of de concurrent zwart maken. Dus dat is van de week een stukje over reviews. Er is een Nederlandse grote drugshandelaar uit Woerden die met bitcoins en zaken deed. Ja. En bij hem was de voorwaarde, je kreeg alleen geleverd als je een positieve review had achtergelaten. Je drugs kreeg je alleen als je een goede review had achtergelaten. Nou, hij is een soort van drugsite. Hij werd zeer not goed gewaardeerd. Dat is ook een methode. Ja, nee, daar is ons heel veel aan gelegen om dat natuurlijk goed te houden. En we hebben nu ook partnerschappen met twee Nederlandse bedrijven die Google partner zijn voor reviews. Dus reviews van Springest kunnen ook doorgeplaatst worden binnen Google. Okay. En dat geeft ook wel de impact aan voor een opleider. Die begrijpt natuurlijk heel goed dat als die reviews ook bij Google worden doorgeplaatst, dat dat een enorme kans is om bijvoorbeeld zijn AdWords spend naar beneden te krijgen. Want dan ga je beter scoren en dan hoef je minder per klik te betalen. Dus je merkt dat door onze grootte, en dat is een beetje waar je vraag mee begon, heeft het al een beetje impact? Ja. Ik probeer in mijn hoofd even uit te rekenen hoeveel geld je de afgelopen 2 jaar verbrand hebt. Want je zat veel. 2 jaar geleden. En toen was je heel ambitieus. Ja, en, klopt. Je bent natuurlijk gegroeid. En, ja. Maar je hebt flink, jullie zijn flink doorgeïnvesteerd. Ja, maar het is wel zo dat we al, dat zijn vanaf het begin en nu bijna weer operationeel winstgevend zijn. We investeren natuurlijk heel veel in bijvoorbeeld Duitsland. En in dat corporate systeem wat we hebben. Dat kost gewoon heel veel developmentkracht. En ook heel veel saleskracht in het begin om dat te verkopen. Maar als je kijkt naar onze lead generation en boekingen business en hoeveel het ons kost om opleiders aan te haken, dat genereert heel veel geld om die investeringen te doen om echt die Amazon van het leren te worden. Ja, dus wanneer ben je break-even, denk je? Nou, als geheel zal het weer iets van eind dit jaar zijn. We hebben net een investering gehad van Sanoma Ventures. Ja. En hoe was dat ook weer? Dat hebben we niet publiek gemaakt. Waarom niet? Het was voor een transparant bedrijf. Dat is hun, ik heb daar geen probleem mee. Dat is hun filosofie. Herman Kienhuis vindt het vast niet erg. Nee. Vraag het hem dan meteen. Dan komt dat helemaal goed. Ja. Heb je nog vragen binnen? Het is genoeg om ons anderhalf jaar lang behoorlijk agressief te laten doorinvesteren. Ja. Ja. Mark Klein die zegt, is het aanbod van jullie compleet of is het een selectie? En als het een selectie is, waarop selecteer je? Is het een open platform of zijn jullie bewaard? Het is open. We hebben alleen checks op, is het een echt bedrijf? Hebben ze een Kamer van Koophandel inschrijving? Betalen ze hun rekeningen? Een beetje de sanity business checks. En verder is het gewoon open. Dus wij selecteren niet. En we hebben ook een zoekalgoritme wat niet, zeg maar, los te beïnvloeden is. Het is als wij een aanpassing doen, omdat we een bepaalde ranking beter willen, dan is dat, geldt dat overal in feite. In die zin zijn we wel te vergelijken met Google. Ja. Even kijken. Bert de Boer zegt, er wordt een vergelijking gemaakt met Booking.com. Mm-hmm. Hij zegt, Booking.com is op de vingers getikt over de transparantie. Hoe bewaak je dat? Nou ja, hoe bewaak je dat? Kijk, we weten dat wat wij doen goed is en dat we dat, we schrijven op onze helpdesk van hoe werkt onze ranking en als we dat veranderen dan updaten we dat artikel. Dus kun je ook letterlijk op de helpdesk klikken en dan lezen hoe wordt bepaald wat bovenaan staat. Mm-hmm. En één onderdeel daarvan wat het afgelopen jaar is toegevoegd is populariteit.
Dus als mensen ergens een training goed vinden of interessant vinden vanwege de prijs, de beschrijving, de reviews, dan gaat dat zichzelf versterken. En dat is iets wat we hebben ingebouwd omdat we merkten dat dat ons voor een deel ook meer geld opleverde. Dus daarom wil ik die vergelijking met Booking, ben ik ook eerlijk in. Maar tegelijk zorgen we dat dat overal geldt en dat dat een soort transparantie is waarvan we zeggen, we kunnen niet die opleider bovenaan zetten, want dat schaalt ook niet. In die zin is het goed om te weten dat de grootste opleiders, die hebben zeg maar 10% marktaandeel. Dus we kunnen niet zomaar eentje bovenaan zetten, want dat heeft niet zoveel impact op onze revenue ook. Nee. Dus het heeft niet zoveel zin om echt bepaalde partijen te bevoordelen. In trainingenland, we hebben in totaal 5000 opleiders, van 3000 in Nederland, zijn er heel veel kleintjes. Dus het is het niet eens waard zeg maar, om daarmee te lopen klooien, want volgende week is er weer een andere partij beter. Hey, Herm van der Beek vraagt, krijgen jullie tegenwerking in Duitsland? Ik weet niet of je concurrenten bedoelt of opleiders. Van concurrenten, er is zeker veel concurrentie daar. Ja. Het zijn sites die dit al heel lang doen. Die gaven dan vroeger een gids uit met opleidingen en zijn dan nu online. Nou, die kunnen we op zich hebben op functionaliteit, maar die moeten we ook verslaan nog natuurlijk online. Dat is best wel zwaar. Ze zijn al 10 jaar bezig. Vanuit de opleiders is er wel weerstand, omdat ze gewoon dit hele model nog een beetje eng vinden. Letterlijk Duitse opleiders zeggen nog wel eens tegen ons, reviews, ja, daar geloven we niet in. Alsof dat iets is wat wel weer passeert, zeg maar. Maar is dat het belangrijkste wat ze eng vinden? Of zijn er andere dingen? Nee, ik denk wel dat dat het belangrijkste is. Plus, dat is iets wat Duitsers het ergst hebben, is dat ze van tevoren willen weten hoeveel het kost. En dat wij het juist presenteren als een voordeel dat je dat niet weet. Namelijk, als het je niks oplevert, kost het je niks. Als je geen boekingen krijgt, betaal je nul. Maar een Duitser wil liever dat hij gewoon 1000 euro aftikt, zonder van tevoren te weten wat hij daarvoor betaalt. Dan weet hij in ieder geval wat hij betaalt. Daar hebben we heel veel moeite mee. We overwegen nu toch dus weer om een model te introduceren wat gewoon 100 euro per maand kost, waar je vast iets voor krijgt, zeg maar. Ja. Dus dat is een probleem in Duitsland. En in andere landen, want Engeland was je ook mee bezig. Ja. Cultuurverschil is belangrijk dus, begrijp ik? Ja, cultuur, maar vooral niveau. Duitsland loopt denk ik 3 jaar achter op Nederland, qua in deze sector in ieder geval. Dus opleiders hier begrijpen al lang dat het om reviews gaat. Engeland loopt een beetje voor. In Engeland zijn ze veel minder geïnteresseerd in die leads. Willen ze gewoon boekingen, knal maar door, weet je. In Nederland is dat nog iets nieuws wat we moeten, ja, ook wel moeten verkopen. Want ja, boekingen, dat kunnen we heus wel. Dus laten we het ons maar doen. Hey, als je nou... Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Je zit natuurlijk midden in het bedrijf. Maar als je nou de jaren bezig bent, die jij bezig bent, dat is inmiddels 3,5 jaar. 5. Ja, daarvoor heette het anders. Ja, EduHub Springers, maar het was hetzelfde. Oké, al 5 jaar. Ja. En je kijkt dan naar de snelheid waarmee je gegroeid bent. En hoe kijk je daar dan zelf naar? Want je zou met goed recht kunnen zeggen, ja, alles wat echt goed is, gaat ongelooflijk snel. Mm-hmm. Dus je had in deze tijd, je had al lang world dominance en de 17 landen moeten aanhaken en, weet ik veel, overgenomen moeten zijn door een hele grote partij. Ja, dat overgenomen, dat weet ik niet per se. Dat is niet een doel op zich of zo. Ik kan me dat best voorstellen ooit, maar dat is zeker niet het doel. Andere woorden, waarom gaat het zo langzaam? Ja, dat is de vraag. Ik denk dat we al bij de top 1% horen van startups die het redden en een sustainable bedrijf bouwen en investeringen ophalen en succesvol raken in het buitenland. Dat is al vrij knap, maar nu moeten we zorgen dat we bij de 1 promiel horen. Dat is nu de uitdaging en daar heb je ook wel geld voor nodig om bepaalde dingen gewoon te kunnen forceren of risico's te nemen die je anders niet zou durven. Mm-hmm. En dat moeten we nu doen. En als je het vergelijkt met buitenlandse bedrijven, of met name Amerikaanse start-ups, die dan gewoon 20 of 30 miljoen daarvoor krijgen. In Nederland krijg je daar een beetje voor. Ja, die nemen gewoon 50 risico's tegelijk. Nemen 50 man tegelijk aan. En dat bestaat gewoon niet in Nederland. En ik weet ook niet of ik dat zou kunnen, maar soms denk ik wel van, weet je, dan moeten we zware keuzes maken. Doen we wel of geen tv, investeren we in Google AdWords in Duitsland, wat op zich een no-brainer is, maar ons nu nog heel veel geld zou kosten, kunnen we nu niet betalen. Ja, dat maakt dan dat je niet alles tegelijk... Dus je kiest eigenlijk ook bewust voor die stapsgewijze... Bewust, ja, maar wel door de omgeving ingegeven. Als in, zit in Nederland, in West-Europa, in een sector die het verschrikkelijk zwaar heeft. Die is gehalveerd in de tijd dat wij begonnen. Vanaf 2008. Wat noem je dan de sector? De sector zijn maar professionele opleidingen en cursussen. Dus mensen, dus opleidingsbudgetten van bedrijven zijn gehalveerd sinds 2008 ongeveer. Heel veel opleiders hebben het zwaar. In die sector moeten we zien te groeien. Dus het zou best kunnen dat onze echte groeistuipen pas komen als de recessie weer een beetje over is. En de verwachting is dat opleidingen het laatst oppikt weer. Want dat wordt toch een beetje als een luxe gezien.
aan de ene kant, ik snap wat je zegt, tegelijkertijd is wereldwijd en natuurlijk een brede trend dat online opleidingen, lesgeven, et cetera. Dus dat is een van de grootste groeiende markten of gebieden in ieder geval. Ja, zeker. Er is heel veel aandacht voor in ieder geval. Ja. En speelt dat zich ook op jullie terrein af? Of? Zeker, die vergelijken wij ook weer met de anderen. Dus Udemy in de VS is gewoon een partner van ons. En die vergelijken we met lokale opleiders die dezelfde type cursussen geven. En dat is een heel belangrijke trend ook voor ons. Tegelijk zie je dat daar niet het grootste deel van de omzet zit. Dus het is niet zo dat wij al heel veel geld verdienen met e-learning. Ook heel veel e-learning is gratis. Maar wat we wel merken is dat we bij kunnen dragen aan het toegankelijk maken daarvan. Want voor de gemiddelde mens die in een bedrijf zit en denkt, ik moet een stap maken, is iets als Udemy helemaal niet zo logisch nog. Weet je, die vraagt aan zijn HR-manager van, goh, waar kan ik heen? En die heeft dan misschien 3 opties. En bij ons heeft hij er 20. En daar zit dan een kleine opleider tussen die om de hoek zit en misschien heel goed is en heel veel goede reviews heeft. Of een e-learning partij waar je wel voor een paar tientjes zelfs al een stap kunt maken, et cetera. En ik denk dat we daarin wel een soort eye-opener kunnen zijn voor heel veel mensen. Waar opleidingen vroeger toch wel van stoffig imago hadden, kunnen we nu de verschillen laten zien. En daarmee ook wel de markt dwingen om mee te gaan in feite. Want we maken het inzichtelijk. Hey, moet je, je zegt, wij maken geen selectie. Mag je als individu je ook aanmelden bij jullie? Ja, hebben we ook. We hebben heel veel trainers die gewoon met hun ZZP, eenmanszaak of VOF of BV'tje dat doen. Het is ook heel belangrijk voor ons, want er zijn heel veel gebieden, dat gaat tot vorkheftruckopleidingen of GTD-trainingen, waar heel veel kleinere partijen gewoon de beste zijn. Time management is een leuk voorbeeld. Hebben we een opleider die heet timemanagement.net. Wil ik best reclame voor maken. Die staan daar bovenaan al jaren. En daar werken 10 mensen of zo. En die verslaan dus heel veel grotere opleiders. Nou, dat vinden we hartstikke mooi. Ja. Hey, als jij naar die afgelopen 5 jaar kijkt, welke ontwikkelingen zie je op het gebied van die educatie? Van dat leren? Voornamelijk één waarbij de werknemer en de persoon, degene is die de shots called, die bepaalt, ik wil me ontwikkelen. En grote bedrijven zien dat ook. Die snappen dat iemand die ze aannemen, die zit er niet meer 20 jaar, die zit er 5 jaar misschien. Misschien wel 3 jaar en die is dan weer op zoek naar iets. En waar die mensen naar op zoek zijn, dat zijn mensen van ook wel mijn generatie, die zeggen, ik wil groeien, ik wil leren, ik wil vooruit. En als het bedrijf dat niet biedt, als ik hier 3 jaar ongeveer hetzelfde doe en geen kansen krijg me te ontplooien, dan ben ik weg. En die trend zien we heel erg. En dat is wel leuk dat wij daar ook weer een rol in kunnen spelen. Bijvoorbeeld Aegon is een klant van ons. Nou, weet je, wauw, een bankverzekeraar, hartstikke traag. Maar die zeiden, we willen gewoon iedereen de kans geven om zelf iets te zoeken om zich in te ontwikkelen. Daar hebben ze gewoon een budget voor. En vertrouwen dat ze een goede keuze maken. Maar we willen een selectie van springers. Maar daarbinnen mogen ze doen wat ze willen. Beetje holacracy stijl. Weet je, er is een strak kader, maar daarbinnen totale vrijheid. Dat mogen die medewerkers. En dat is de belangrijkste trend. Dat ze zelf kunnen kiezen. En krijgen zij dan op hun eigen site, hun eigen intranet, een selectie van jullie? Daar staat het, ja. Dus we hebben letterlijk een intranet onderdeel van Aegon. Dat is gewoon springers. En het leukste daarvan vind ik niet per se dat het bij Aegon staat. Maar dat medewerkers daar zelf reviews kunnen lezen. Zelf dat direct kunnen boeken. Het wordt afgerekend. Bij andere bedrijven zit daar een accorderingsflow achter. Die is bij Aegon heel simpel. We hebben nu Sanoma ook als klant, ook investeerder, maar ook als klant. Ja, die hebben daar een kleine workflow achter die automatisch gemaild wordt naar een manager of zo. Die zegt, ja, top, kun je doen. Weet je, daar zit geen lang traject meer aan vast. Geloof je nou uiteindelijk meer in die white label oplossingen voor grote instellingen en bedrijven? Of denk je dat, of zetten jullie meer toch meer in op de directe eindgebruiker? Beide. Je moet het eigenlijk zien. Het één is het zoekmechanisme. Iemand gaat toch zelf zoeken online. En het andere is de payment methode. Als je bij een bedrijf werkt en je betaalt zelf niet de cursus, wat in de meeste gevallen zo is, dan betaalt de baas dus. En dat willen we makkelijker maken. En dat is nu nog heel lastig. Je werkt ergens, je gaat naar Springest. Ja, dan moet je, een brochure aanvragen. Dan ga je naar die opleider. En dan moet je aan je baas vragen, ik wil die doen. En dan moet die opleider bellen. En dat is endless. Dus wij maken het alleen makkelijk voor die persoon. Dus we zeggen dan B2P, business to person. Van onze business naar een persoon die wel ergens werkt. Maar we willen dat proces gewoon makkelijker maken. En dus denk ik dat het altijd zo zal zijn dat mensen op een publieke site misschien hun eerste oriëntatie doen, maar dan een traject ingeleid worden. En misschien wel via zo'n white label om daadwerkelijk de conversie te doen, de transactie te doen. Want daar is hun werkgever gewoon bij betrokken. En dat vind ik een heel mooi soort hybride model. Het is een beetje Google Apps. Je logt in op Springest. Oh, prima, je werkt bij Alliander of zo. Of je werkt ergens. We hebben je al herkend. Komt allemaal goed met die betaling. Kies je opleiding maar. Wij zorgen wel voor de goedkeuring van je baas.
komt allemaal goed. En dat is de droom die we voor een behoorlijk deel hebben kunnen verwezenlijken. En ook wel iets anders is dan Amazon natuurlijk. Amazon levert niet aan bedrijven, dus daar krijgen we toch een ander payment model. Ja, maar dit is dus ook arbeidsintensiever wat je doet, want je moet hier je moet in contact minder met schaalbaar. Het bedrijf. Ja, minder schaalbaar. Ja, we moeten dus sales doen op een manier die met corporates te maken hebben en daar sales doen. En dat in ieder land weer, dus daar heb je weer een aantal mensen nodig. Dat is een interessante, want opleiders zijn by definition niet internationaal. Die zijn lokaal gericht, dat is nu helemaal zo. Udemy ook, dus alleen nog maar in het Engels, heel erg op Amerika gericht en zo. Maar corporates niet. Dus we hebben bijvoorbeeld Vattenfall als klant in Nederland, Duitsland en straks Zweden. Dus die kopen ons systeem in één keer en zeggen tegen hun suppliers in Duitsland en Zweden, terwijl ze in Nederland hebben de deal geclosed, hey, kunnen jullie even zorgen dat jullie je spul bij Springest ook op orde hebben, want dan kunnen we daar lekker trainingen gaan boeken. Dus dat is voor ons een soort van magic step van, we hebben een corporate model aan de afnemerkant, dat kunnen we gebruiken om ook de publieke sites te fuelen, zeg maar. Ja. Dat is voor ons het magische model aan het blijken nu. Dat is wel heel, heel fijn. Ja. Hey, je wil niet zeggen hoeveel geld Sanoma erin gestopt heeft. Kienhuis reageert nog niet. Dus, we gaan er toch vanuit dat we in deze uitzending nog beantwoord krijgen. Ja, maar wat heb jij, zeg maar, je kwam in gesprek met Sanoma. Je hebt een toekomstbeeld geschetst. Dat was natuurlijk de eerste zin van we willen de Amazon van leren worden. Die snap ik. Ja. Maar wat heb je hun... wat waren de belangrijkste argumenten die jij gebruikte voor Sanoma om in jullie te investeren? Eigenlijk dat we een heel groot publiek hebben in potentie, want iedereen is wel bezig met leren. En dat we al een transactiemodel hebben om daarop toe te passen. En dat is iets waar Sanoma natuurlijk heel veel mee bezig is. Die hebben heel veel bladen en advertising is daar een mindere revenue stream aan het worden. Dus zij moeten ook moven naar transacties, een dieper model. En we hebben dat diepere model voor een heel groot deel al. Dus dat was de match ook daar. Dus in die zin ben ik ook heel happy met ze, omdat ze heel goed begrijpen dat wat wij doen een model is wat zij vaker kunnen toepassen. En dat doen ze ook al op sommige sites. En Kieskeurig vergelijkt ook en dan kun je tegenwoordig ook kopen. Dus dat matcht gewoon heel makkelijk eigenlijk. Maar voor hun en voor ons is learning, dat is zo groot en dat is nog zo onderbelicht en daar gebeurt zoveel in. En met name aan de vergelijkkant gebeurt eigenlijk nog relatief weinig. Iedereen probeert weer zijn eigen terrein af te bakenen. Dat is volgens mij nog steeds een gebied waar heel veel mensen, zeg maar, geholpen moeten worden met het maken van de keuze, met het doen van de boeking, et cetera. En dat was voor hun ook een no-brainer. Want wat moeten we in learning doen? Ja, laten we het vergelijken doen, want dat is het lastigste gedeelte. Ja. Een vraag van Jan Schaap, die vraagt hoe jij naar MOOC's, ik wist niet wat het was, MOOCs, maar ik heb het net opgezocht. Ja. MOOCs, zeg jij? Ja. Ik zeg het al verkeerd. Ja. Ik heb het gelijk natuurlijk opgezocht en het betekent Massive Open Online Course. Handig toch het internet, hè? Handig het internet. Wikipedia dat zijn helpt. Een soort online cursussen gericht op een unlimited aantal deelnemers. Ja, en heel vaak gratis. Ook. Heel vaak gratis. Hoe kijk je daarnaar? En Johan vraagt vooral, hoe kun je daar geld aan verdienen? Kun je daar geld aan verdienen? Ja, dat is ook uiteindelijk wel het doel van de Harvards van deze wereld. Die willen daar ook zeg maar, echte subscribers mee werven. Dus dat is wel, hè, nu is het de start ervan is, we bieden een deel van ons curriculum online gratis aan, zodat de rest van de wereld er ook profijt van kan hebben. En dan zit er ergens een premium. Dat denk ik. En voor ons zit het model dus in het faciliteren daarvan. Want hoe krijgen die MOOCs bezoekers naar zich toe? Ze hebben Coursera, dat is de vergelijker voor de MOOCs. Ik geloof 80 miljoen funding of zo. Nou ja, weet ik veel, dat soort bedragen. En wij willen die MOOCs vergelijken met weer nog 20 andere methoden. Dus vragen naar wat vindt Springest van MOOCs is hetzelfde als wat vindt Springest van klassikale cursussen, van e-learning, van videolearning, van one-on-one learning, van coaching. Dat vinden we allemaal top en we willen gewoon daar begeleiden. Ja, maar de vraag is hoe je er geld aan denkt te gaan verdienen. Dus door die logistiek te doen. Dus door inschrijvingen te regelen. In opdracht van de universiteiten. Maar die inschrijvingen zijn gratis. Ja, maar het proces daarvan begeleiden is trickier. Hoe kan bijvoorbeeld een medewerker van Aegon zich inschrijven bij zo'n MOOC? Want die mag dat eigenlijk helemaal niet. Die mag niet zomaar die MOOC gaan doen. Ja, dat kan hij in zijn vrije tijd doen. Maar als hij dat als onderdeel van zijn persoonlijke opleidingsplan wil, en als onderdeel van zijn eventueel budget als het niet gratis is, dan is daar helemaal geen proces voor. Dus daar kunnen we de logistiek in feite doen. Dus qua structuur zijn we een logistiek bedrijf, echt een technologiebedrijf. We hebben van onze 30 medewerkers zijn er 8 developers. En niet 20 sales of zo. We hebben 6 sales maar. Dus dat is een heel leuke verhouding. Omdat we de logistiek willen zijn. We hebben bijvoorbeeld een app market gestart nu, waar weer derde partijen bijvoorbeeld andere softwareonderdelen kunnen inpluggen in ons platform.
Dus we moeten zorgen dat die complexiteit van learning wordt gevat in ons platform. En daarmee vindbaar, makkelijk wordt, et cetera. Toch weer geleerd wat een MOOC is. Wat een MOOC is, dat is hartstikke hot hoor. Dat wist ik wel. Wat fascinerend in dat online leren is. Mijn dochter zit nu 6 VWO, moet eindexamen doen nu. Maar je hebt zeg maar deze officiële dingen. Maar als je ziet wat al leraren, et cetera, op YouTube aan het zitten zijn. Die uitlegfilmpjes, echt fantastisch. En er zitten mensen, echt geweldig. Er is eentje waar ik veel wiskunde van geleerd heb. En zijn vrouw doet dan de camera. En het zit echt geweldig. Het is huge. De aantallen zijn ook van sommigen daarvan echt substantieel. Ja, maar dat is nog heel erg vaak gefocust op één held, zeg maar, die dan heel groot wordt. Ja. En dat vind ik zo zonde, want waarom is daar niet een groter publiek voor? Een deel gaat naar een kleine cursusaanbieder of juist een grote naam, maar die wordt niet exposed aan al die andere methoden. En dat vind maar ik is leuk. Het ook jou, zou het ook jouw ambitie zijn om zeg maar ook nog weer uit die YouTube de beste leraar te halen? Absoluut, ja, heel erg. En ik denk ook dat die leraren, kijk, als het om onderwijs gaat, dat is gesubsidieerd. Dat doen we niet of heel weinig. Dat is niet onze focus. We richten ons op de particuliere markt, de commerciële markt. Ja. Dus als je daarnaar kijkt, zijn er natuurlijk ook heel veel experts die hun kennis delen. Jullie doen het in feite ook. En voor jullie zou het een model kunnen zijn, zoals het voor veel consultants is, om ook de kennis te verkopen in een workshop, een seminar, et cetera. En er is altijd wel een volgende stap. Want uiteindelijk wordt er wel ergens geld verdiend en dan kunnen wij dat ook. Dus daar geloof ik in. Zolang we dat maar aantrekkelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, want hier vind je wel iets om te leren, is er ook uiteindelijk wel een verdienmodel op te plakken. Ja. Adrie Munier vraagt wanneer jouw droom vervolmaakt is. Ja, ik kan een beetje. Het eerste wat in me opkomt is, I'm living it, zeg maar. Als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het niet doen. Ik kan best afscheid ervan nemen. En dan niet in de zin van ik ben financieel onafhankelijk, maar dan regel ik wel een baantje ergens. Maar dat doe ik niet, dus dat betekent dat het leuk is. Dat is mijn droom. Maar als je vraagt naar zeg maar, ambitie of zo, dan is het wel dat we dat Spring is daadwerkelijk de Amazon van het leren is geworden. Want wat we in Nederland hebben bereikt, die positie, dat we dat in de hele wereld hebben. Want de problemen die we in Nederland hebben opgelost, spelen in de hele wereld. In de VS is het iets anders, maar speelt ook het vergelijken van e-learning met een lokale aanbieder is ook een issue. En hoe corporates hun trainingen kopen, dat is overal een issue. En dat is overal een zooitje. En corporates hebben heel veel problemen met inzicht krijgen daarin en zo. Die kunnen we overal oplossen. Dus als dat is gelukt, en we zijn in 20 landen zo groot als in Nederland, dan is de ambitie waar. Tot slot nog één vraag van Jan-Willem Eshuis. Ligt jullie focus bij Springers op de bezoekers of meer op de adverteerders en de opleiders? Wij zeggen, hij suggereert 50-50. Nee. Dat maakt hem niet te makkelijk. Maar. Nee. Het adagium daar is, wat ik heb geleerd van een investeerder die ooit Odesk opstartte, de freelance marktplaats. Ja. Supply follows demand. Dus de suppliers, de opleiders volgen als wij genoeg massa hebben. Betekent dat niet dat we die opleiders moeten negeren, want we moeten ze meekrijgen. Het bereik van het platform is in eerste instantie. Dat bepaalt of je dat kunt maken. Dus in Duitsland zullen ze beter naar ons luisteren als we meer bezoekers hebben. Ja. En de bezoekers bepalen ook uiteindelijk wat er gebeurt. Een heel simpele verandering die wij proberen gedaan te krijgen, is dat prijzen compleet zijn. Trainingsprijzen zijn vaak nog ontransparant, want er hoort een lunch bij, boeken horen erbij, arrangementskosten voor eventueel overnachting. Dat maakt het, ik boek die cursus, maar is die dan wel, zit daar alles in of komt er nog €200 bij? En wij kunnen dat afdwingen door onze positie, omdat de gebruiker zegt, ik wil gewoon zien wat die kost. En daar is de opleidingswereld is daar niet zo ver in als bijvoorbeeld de vliegticketswereld, waar dat gewoon verplicht is gesteld. En dat is iets waar ik wel van geniet als ons dat lukt. En dat zie je op Springers. Het is een groen vinkje bijgekomen tegenwoordig. Dan weet je, alles is inclusief. En steeds meer opleiders doen daar aan mee. En die zeggen dan dus ook soms, wij zijn duurder dan de concurrent, lijkt. Want eigenlijk zie je bij ons de complete prijs, €1200. En de concurrent zegt €800, maar die kost eigenlijk €1300 in het hele extreme gevallen. Nou, dan denk ik, wauw, kijk, we hebben de demand, we hebben de gebruiker gevolgd, wat die wilde. En we hebben dat zo kunnen uitleggen aan die opleider, op een positieve manier, dat die opleider meeging erin. Nou, dat zijn zeg maar mijn dagelijkse dromen en ambities, dus dat soort dingen lukken. Want dan hebben we echt een impact gehad op de sector en op mensen die leren. Ja. Hey, heb je je telefoon nog bij de hand? Het ligt hier kapot en wel. Zou je even willen kijken of je alle punten die je PR-dame had gemaild, of je die hebt meegenomen in deze uitzending? Nou, we hadden PR-dame. Eentje niet. Ja, we hebben een PR-dame aangenomen. Dat is een hele goeie. Alle punten zijn langsgekomen. Er is er eentje waar ik stoer over moest doen van haar, die ik wel eens vergeet. Ja, nou,
Zullen we dan afsluiten? Ja, dan sluiten we daarmee af. In de vorige show zei Frank... afsluiten dan. Oh, ja. Net ervoor, ja precies ja. Nou, ik kan hem wel inleiden op een manier die subtiel is. Ja, precies. Ja. Nee. Ik ga een beetje stoelen. Frank zei, Ruben en ik kwamen elkaar op het vliegveld tegen. In San Francisco was dat. Ja. Toen waren we op bezoek bij LinkedIn. Die hadden gevraagd, nou kom dan maar. Wij willen iets met education. En dat is iets waar ze heel erg tegen aanhikken als hun volgende frontier. Recruitment verdienen ze al hun geld mee. Education is misschien wel het volgende stapje. Maar ze hebben geen modellen daarvoor. Die hebben wij natuurlijk wel. Dus LinkedIn heeft een pilot gedaan op ons verzoek. Van oké, laten we iets doen om te bekijken of jullie users dat leuk vinden. Dus die hebben naar 3 keer 60.000 mensen in Nederland, Engeland en Duitsland. Naar jobseekers, dus mensen die op een profiel hebben gezegd, ik ben wel geïnteresseerd in een nieuwe baan. Hebben ze een mail gestuurd die wij hebben gevormd, zeg maar. Op basis van je skills en je jobtitle kreeg je opleidingssuggesties van ons. Een paar gratis cursussen en een paar betaalde. En dat liep heel goed. Dus mensen klikten daarop door. Dat was dan het voornaamste wat we zagen. En dat leverde bij ons ook conversie op. Dus dat is een mooi ding van... een partij als LinkedIn... dat is natuurlijk ook voor ons een droompartner om mee samen te werken... zoekt het volgende op en gebruikt de Springist API. Nou, dus dat is wel een hele fijn. En ze zeggen dat het positief was... maar nu is het weer even met die Amerikanen... hassle over het volgende stap, natuurlijk. Ja. Maar nou, dat is een leuke. Ja, dat hadden we niet graag gemist, toch? Hadden we niet graag gemist. Vind ik ook. Daarom. Zie je wel, het was altijd leuk als het goed is. Mooi. Oké, man, bedankt. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live, blijf hangen. Zo direct praten we verder over MyJour. En kijk je onder de mand, dan weet je dat je al die programma's ook in de archieven kunt vinden. In juni bestaan we 3 jaar, Stekel. Ja. We hebben heel veel mensen gesproken in die periode. Dus, feestje. Ja, dat zijn we wel aan het organiseren. Ja, daar komen we nog. Serieus, we zijn een feestje aan het organiseren. Ben ik nu invited. Ja, absoluut. Hey, ontzettend bedankt. Jullie bedankt. En bedankt ook nog eventjes Streamzilla die het mogelijk maakte. Dat deze stream bij je thuis kwam. Bedankt. Dag. Ik kan nog opstaan. Doe heen. Ja, dat doen we wel eens met de kies. Dan neem ik die rol van. Dat is voorklappen zo. Allemaal beginnen met klappen en dan...